En u bent? Astrid Jansen, lijsttrekker van GroenLinks. Lijsttrekker van GroenLinks. We gaan naar binnen. We gaan gezellig een gesprekje voeren. Ja, ik heb er zin in. Ja. En dan krijg jij een 1 minuut de gelegenheid om jou en je partij te presenteren. We gaan het zien. Ja? Ja hoor. Spannend. Komt goed. Ja, ja hoor. Oké. Okay. Mijn naam is Astrid Jansen. Ik ben lijsttrekker voor GroenLinks in Amersfoort. Wij kiezen voor verandering. Wij kiezen voor eerlijk delen, voor een duurzame toekomst en voor goede zorg voor iedereen. Eerlijk delen, omdat geen kind in armoede hoeft op te groeien. Omdat iedereen moet kunnen zijn wie die is en omdat we voldoende woningen nodig hebben en niemand op de wachtlijst moet hoeven staan. Wij kiezen voor een duurzame toekomst, voor aardgasloos bouwen, voor schone lucht voor onze kinderen en ook om zelf in te ademen. En voor voldoende bomen in Amersfoort. En wij kiezen voor zorg. Het is ondenkbaar dat mensen op de wachtlijst staan. Dat kinderen voor jeugdzorg moeten wachten op tot goede zorg beschikbaar is. Laten we dat niet gaan laten gebeuren. Wij gaan voor Amersfoort veranderen. En op 21 maart kunt u ervoor kiezen om ons daarvoor te steunen. Ik zeg stem GroenLinks. Astrid Jansen. Ja. Nogmaals van harte welkom op deze mooie locatie. GroenLinks. Amersfoort, ooit de groenste stad van Nederland. Van Europa zelfs. Van Europa zelfs. Ja, van Europa. Daar is niet zo gek meer veel van over, van die reputatie. Nee, het gaat niet helemaal de goede kant op. Er worden steeds meer bomen gekapt. En ja, er komen er te weinig bij, als je mij vraagt. Ja, ja. Ja, absoluut. Daar ga je wat aan doen? Daar ben ik al wat aan doen. Daar ben ik eigenlijk al 4 jaar mee bezig. Ik ben de afgelopen jaren met een hele groep betrokken Amersfoorters, met ambtenaren, met mensen ook uit de raad bezig geweest met de groenvisie. Ja. Dat we vonden dat er, er was ook niet echt goed beleid, we weten niet zo goed wat we willen. En als je dat niet weet, dan is het heel moeilijk om er iets goeds aan te doen. Dus groenvisie is opgesteld en nou is het de kwestie van dan ook gaan uitvoeren. Het is niet alleen maar bij woorden laten. Ja. Denk jij dat na 21 maart een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad daar wel oren naar heeft? Nou, ik hoop dat wij enorm gaan groeien, daar heb ik echt zin in. En dan zit er zeker meer groene pit in de raad, absoluut. Ja. Maarten zit ook te popelen. Groen, belangrijk, duurzaam. Ja. Ik hoor plannen over een zonnepark in Vathorst. Zijn jullie voor, denk ik? Absoluut, ja. Kunnen we daar actieve inzet van verwachten? De jeugd, hè, dat gaat om wie trekt de stemmen van de jeugd? Wat bied je? De 20er, de 30er. Wat is een belangrijk punt voor GroenLinks, voor die groep? Wat voor jongeren van nu heel belangrijk is, en dat geven ze ook telkens aan in onderzoeken, is dat zij hebben de aarde nog heel lang nodig. Wij moeten goed voor het klimaat gaan zorgen, want zij hebben daar straks last van. Als wij het hier tot een zootje maken en als wij niks doen, als wij niet nu allerlei goede klimaatmaatregelen treffen, schepen we hun met een probleem op. Dus dat is absoluut een thema waar jongeren in Nederland voor warm lopen. Dus zeker. Beneden die komen er. Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, die energietransitie is in volle gang en dat moeten we vooral laten gebeuren. Voorop zeker lopen. Doen. Ja. Ik had ook nog wat, ook met milieu natuurlijk, die sloepjes van de waterlijn, daar wil jullie wat mee, of jij wat mee? Ja, die kunnen gewoon elektrisch worden. Dan moet je geen benzinemotor meer hebben. Nee, gewoon elektrisch. Het wordt mooi stil. Ja. Dat is fijn voor de mensen die er in de boot zitten, maar ook fijn voor de mensen die in de binnenstad wonen. Ja. En veel beter voor het milieu. Staat het in het programma? Ik denk het wel, ja. Ik heb het programma niet aan mijn hoofd, maar die staan er vast in, ja. Hoeveel dames hebben jullie op de lijst? Nou, ik heb gisteren toevallig geteld en we hebben meer dames dan heren. Hey Maarten. Kijk aan. Ja, goeie ontwikkeling. Goed nieuws voor mij. Ja. Maar, moet je eens luisteren. Wat er zeker niet in je programma staat is, en we zijn natuurlijk te gast in het restaurant. Vergelijk je partij met een gerecht. Wat is het gerecht? Oei, dat is een goede vraag. Ja, wat is een gerecht wat goed bij GroenLinks past? Als ik daarover nadenk, dan kom ik het eerste op een mooie lasagne. Er zitten veel laagjes in, zitten allerlei, een diverse club is het. Hè? We zijn met mensen van allerlei achtergronden. Daar staan we ook voor. Hè? Iedereen moet gewoon kunnen zijn wie die is.
Er zit groen in, er zit rood in. Ik denk dat, dat je GroenLinks daarmee mag vergelijken. Ja hoor. Prachtig. Heel en mooi lekker warm, hè? Stapelgek. Ja. En niet al te veel calorieën. Ja. Nou, mag best een keer. Joop heeft inmiddels de bril opgezet. De bril op. Als dit, we gaan jouw kennis. Ja, we gaan jouw kennis van de stad even doen. In de categorie kunst en cultuur. Ja. Wat is de artiestennaam van de Amersfoortse muzikant Johannes Siegmund? Nou, het is niet Diggy Dex, want dat is Koen Jansen, die ken ik wel. We hebben er nog één. En ik wil het nu horen. Met die vreemde haardracht en die hele grote bril. Bril. Over brillen gesproken. Blauwtoen. Dat was binnen de zoemer. Hoorde je de zoemer al, Joop? Ja, binnen de zoemer. Goed van je. 1 punt. Dank je. Een algemene vraag, Astrid. Met welke Tsjechische stad heeft Amersfoort een stedenband en is partnergemeente sinds 1993? Ik weet niet of wij nog steeds een stedenband hebben, maar we hadden dat inderdaad. En dat ik was... weet niet hoe je het uitspreekt. Liberec? Liberec, heel goed. Ja? Liberec, 2 punten. Ja, en gretig kijkt ze mij aan voor de volgende vraag. Ja. In de categorie algemeen, in de fietsenstallingen van Amesitia, het Jorisplein en de Kamper Binnenpoort kun je de batterij van je e-bike opladen. Ja. Wat is het tarief daarvoor? A, 30 cent per kwartier. B, 1 euro per uur. Of C, dit kan gratis. Nou, volgens mij is dat gratis. Het is gratis. Ja, ik, heb dat, ik zet mijn fiets daar vaak neer. Ja. Ah, oh, dus deze was een inkoppertje. Heb je een e-bike? Nee. Jij bent gewoon op ik eigen kracht. Ik ben gewoon op de ouderwetse, ja. Op eigen kracht. In de categorie sport. Welke Amersfoortse tennisclub speelt in de hoogste klasse de eredivisie? Ja, dat moet Alta zijn. Juist. Nou, is dat een complete score? Nou ja, we hebben nog één. Ja, dit was vijf, toch? Dit is de bonusvraag dan. Dit wordt vijf. Nee, dit wordt vijf. In welk jaar werd het Meander Medisch Centrum in Amersfoort officieel geopend? Was dat A? Oh, ja. Hij is zo 2012, gemeen, B, 2013 of C, 2014? Dat was eind 2012. Daar zit je dan toch naar. Ah. Oh. Het is 2014. Ja, nee, je dus hebt gelijk. 4 van de 5. Ja, gelukkig ben je niet perfect. Niemand is perfect. Precies. Niemand is perfect. We doen allemaal ons Jansen, best. Jansen, complimenten. Ja. Dank je. En kijken we weer even naar de stand in de quiz, dan zien we een gelijkspel. Astrid en Roel, een gedeelde eerste plaats. Nou, we gaan het zenuwslopende spiraalspel spelen. Ja, kijk, iedere keer dat die afgaat, raak je een zetel kwijt. We beginnen op 39. En dus ik wens je heel veel succes. Daar komt-ie, Astrid. In bocht 1. Kijk, zeer beheerst, hè. Wat gaat dit met een souplesse? Zo kan alleen een dame dit doen. Een ijzersterke hand eigenlijk. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. We krijgen een haarspeldbocht, bloedstollend. Maar als een ware Max Verstappen wordt er... Oh, kijk nou. Ja, hier gaat het toch eventjes... Gaat het toch even mis. Maar dit is een werkelijk verbluffende score, dit. We gaan naar bocht 6 en 7. Ze rijgt ze aan 1 als een... Je mag even rusten, hè. Ze gaat keihard door. Dit is werkelijk niet te geloven. Ik heb zin om tegen dat ding aan te duwen. Om het toch nog iets wat hem... Ik moet meekijken. Het is van een... Kijk. Even rust. Pak je rust, hè, Astrid. In godsnaam, want dit houdt geen paard vol. Zo, en nu in één keer naar de eindstreep. De laatste loodjes, die wegen het zwaarst. Op naar 21 maart. Ik tel toch zeker 30 zetels nu voor GroenLinks. En dan dat laatste stukje, hè. Daar gaat het er met. Venijn kan in de staart zitten, maar niet voor Astrid. Het is werkelijk ongelooflijk. Van harte gefeliciteerd. Het zal wel even duren voordat dit record wordt verbroken. Ongelooflijk. Hartstikke bedankt voor je medewerking. Nog even naar 21 maart. Hoeveel zetels gaat GroenLinks halen? Nou, we hopen natuurlijk de grootste partij te worden, maar 6 zetels zitten er zeker in. Lieve kijkers, 6 zetels voor GroenLinks. We zijn benieuwd.
En nou, om dat vast te gaan vieren, hebben we een flesje bubbeltjes. En dan kun je die laten ploppen op 21 maart. We gaan ons best doen. Dank je wel. Fijn dat je er was. Ja. Succes, hè. Ja, merci. Wat voor jongeren van nu heel belangrijk is, en dat geven ze ook telkens aan in onderzoeken, is dat, kijk, zij hebben de aarde nog heel lang nodig. Wij moeten goed voor het klimaat gaan zorgen, want zij hebben daar straks last van, als wij het hier tot een zootje maken.